Als schrijver en journalist uit Utrecht woon ik ruim 10 jaar deels in Zeeuws-Vlaanderen. Een inspirerende basis voor een ontdekkingsreis door heel Zeeland. De zak van Zuid-Beveland. Hij maakt deel uit van Nationaal Landschap Zuidwest-Zeeland, waardevol cultuurlandschap. Schorren werden er polders met bodems vol bezinksel, alles wat er ingezakt was, vandaar de zak. De dijk, al die andere dijken, de fruitkwekerijen, de wijngaarden, de sirene dorpen. Het is een openluchtmuseum waar je het gevoel krijgt een eeuw terug te gaan in de tijd. Kom op, de zak in. Ik kom daar de eerste keer van mijn bezoek de Ooststraat uit en ik loop dat plein op en ik ben stom verbaasd. Borselen. De naam staat voor meer dan kernenergie alleen, want ook voor eeuwen van bezonken stilte en schoonheid. Prachtig, langgerekt en breed. Al die bomen, de Catharinakerk in het midden, de muziektent erachter, klassiek beeld. En dan ook onder die wilg de vaten. In alle rust zitten die kinderen daar ook. Jongetje en meisje. Kikker laat hij zien. Beeld van Anton Bijsens. Uit Goes. En dan dat kot. Er is daar heel wat afgeroddeld al die jaren. Onder die bordjes hoort, ziet en zwijgt. Marius Vrijland is geboren en getogen in die pastorie daar. En dit hok is wel een goed punt om stil te staan bij Borselen. Dit was een voormalige visafslag. Klopt, ja. Ik had het over roddels. Maar dat gebeurde ook elders, hè? Hier vlak tegenover, geloof ik? De roddels die werden hier aan de overkant van de straat werden op een oude klapbank. Een klapbank is klappen of kleppen en dat was een bank van ongeveer 1 meter of 10 lang. En daar zaten de oude mannen, die zaten daar hun dorpsnieuwtjes wel op een leuke manier uit te wisselen, ja. Allereerste verbazing toen ik hier dus binnenkwam, in de schaduw van die centrale, de tijdloosheid van dit alles. Het dorp heeft een heel mooi klassieke aanleg. Het is in de Renaissance, is het in de gulden snede, is het een ontworpen dorp. Het is een gesticht dorp, niet natuurlijk ontstaan. En wat de verstilling van deze plek natuurlijk ook heel mooi accentueert, is de fantastische beplanting met die hele mooie oude lindes. In 1530 spoelde het oorspronkelijke dorp in de Schelde. Dijkgraaf Cornelis Zoetwater ontwierp een heel nieuw rechthoekig plan. Dat plein in het midden met lange, haakse, rechte straten. Steeds het karakter van Borselen. Nou rukt overal in Zeeland de industrie op, ook hier. Hoe moeilijk is het dan om deze prachtige verstilling te behouden? Het is wel het gegeven dat door de gemeente is deze kern, net als meerdere kernen in de gemeente Borselen, aangewezen als beschermd dorpsgezicht. En op de plekken waar die schuren verdwenen zijn, zijn eigentijdse moderne huizen gebouwd. Maar wel in de verhoudingen en in de sfeer van die heel goed passen bij de oorspronkelijke historische bebouwing van het dorp. En die tijdloosheid is er over een eeuw ook nog, precies zoals nu. Laten we het hopen. Dit dorp is zeker het behouden waard. Ja. Nisse, de parel in het midden. Diep in de middeleeuwen bouwde het aanzienlijke geslacht van Borselen hier het slot ter Nisse. Bij het binnenlopen heb ik eigenlijk hetzelfde gevoel als Borselen. Het prachtige plein, zijn wijdsheid, de bomen en toch die eigen elementen zoals de pomp, muziekkapel, voor de vaten en daarachter de grote of Mariakerk.
fresco's in het schip, apostelen hoog in het koor. Dat is prachtig erfgoed in een oude Romeinse kerk midden in protestantse nissen in de zak van Zuid-Beveland. Geen vandalisme van beeldenstormers, Gerard Smallengangen. Niets van dat alles. We hebben, althans onze voorvaders, hebben nooit een beeldenstorm gedaan. Zuid-Beveland is vrijwillig naar de Prins van Oranje vertrokken op voorwaarde dat de vrijheid van godsdienst zou komen. Eigenlijk zijn, ja, protestant en katholiek zijn eigenlijk varianten van het christendom die uitstekend samengaan. Ja. En die beelden en die fresco's die waren mooi, dus die hebben we gewoon behouden. Behoud van schoonheid. Ja, ja. En bovendien, ja, die apostelen zijn toch van alle christenen. En dat zijn de dragers van de kerk, dus die moet je handhaven. Dat slot Nisse stond voor de kerk met het dorpsplein weer aan de andere kant. Maar is niets meer van over behalve dit smeedijzeren hek. Met de meisjes die daar rustig staan te grazen tussen de bomen. Dag meisjes.